Ik loop hier nu in ons mooie buitengebied. En ik denk dat rondom Hengelo, ons buitengebied, daar de komende paar jaren nog veel over gesproken worden. Wat is dan belangrijk? Onze natuur of onze duurzame doelen? Denk bijvoorbeeld aan windmolens, denk bijvoorbeeld aan zonneparken. Ja, goed, dat zijn discussies die gaan de komende paar jaar nog veel besproken worden in de gemeenteraad. En daarom is het juist zo belangrijk dat jij volgende week gaat stemmen. Goed, in ons buitengebied hebben we nog twee andere hele mooie plaatsen, namelijk Oele en Bekkum. En die moeten we natuurlijk niet vergeten. Dus vandaag hebben we deze week de vlog vanuit Bekkum bij de Haanblaasjeskerk opgenomen. En hier sprak ik met de CDA. We staan in Bekkum of all places, want dat is natuurlijk ook Hengelo. Hier naast mij staan Ron en Bernadette en jullie zijn van de CDA. En allereerst, waarom staan we in Bekkum? Nou, ik woon zelf in Bekkum. Ik kom uit Oele en ik woon in Bekkum. Dus ik heb van kind af aan echt een band ermee gehad. Hier is het heel lang stil geweest qua woningbouw en ontwikkeling van de leefbaarheid en dergelijke. En daar is nu net weer een nieuwe schwung in gekomen met dat de grondexploitatie erdoor is gekomen voor woningen op veld 3 hierachter. En bijna doorgekomen, die moet nog in de raad, maar het is een hamerstuk. En er is ook dinsdagavond hier op de politieke avond bij het Wapen van Bekkum is er een intentieverklaring getekend. Waardoor er ook gekeken wordt naar de leefbaarheid met een multifunctionele accommodatie. En dan meer woningbouw voor uitverspreid over tot 2035, zeg ik even uit mijn hoofd, dat er 130 woningen bij komen. Zodat die leefbaarheid weer op gang komt, zodat er weer kinderen op school zijn, zodat de verenigingen weer zelf genoeg aanwas hebben. Want nu gaat TVO, die werkt met de voetbal samen, met Sint Isidorushoeven, met de jeugd. En volgens mij de handbal of de volleybal doet dat met Bentelo, omdat er komt geen nieuwe aanwas. Dus het bloedt een beetje dood. En nu, nu komt daar een goede drive in en een goede schoen er weer in. Dat er veel gebeurt hier in Bekkum om de leefbaarheid op peil te houden met woningbouw en verdere ontwikkeling. Dus Bekkum gaat weer leven. Hey, Bekkum rules. En CDA, wat voor partij is dat nou eigenlijk? Misschien echt gewoon een partij die midden in de samenleving staat. Ik denk dat het eigenlijk is. Ja, maar dat hoor ik voor iedereen. Ja, maar het verschilt denk ik wel dat wij dat ook echt zijn. Ik ben 13 jaar uit Bekkum, ook gewoon midden in de wijk. Ik woon zelf in Asseres. Ik ben ook betrokken bij de wijkraad al meer dan 10 jaar. We hebben echt onze angels in de wijken en in onze inwoners zitten. En daarnaast zijn we ook, het hoort ook wel onze kernwaarde. Hè. We zijn een partij die zegt, we zijn echt voor en met elkaar. En dat is denk ik precies wat het CDA is. En wat we uitstralen en wat we de afgelopen jaren hebben kunnen laten zien. Hoewel we in oppositie zaten. Maar ook vanuit die rol nodig van wel hebben kunnen betekenen. Oké, okay, helder. Hey, en ja, goed, tijdens de corona zijn mensen misschien, die hebben minder bewogen, zijn misschien een beetje aangekomen, misschien ook wat eenzaamheid. Dat leeft ongelooflijk. Ja, goed, als ik dan naar de jaren 90 kijk, toen had je 30% overgewicht van de samenleving. En nu zit het op 56, tenminste dat was voor corona, dus ik denk dat dat nu wel een beetje toegenomen is. Hoe denken jullie dat op te lossen? Want 56%, dat is echt wel veel. Nou, het zijn lastige tijden geweest. Ik hoop ook dat we die goed af kunnen, of dat dat ook afgesloten is nu zo'n beetje ongeveer. En mensen die zaten veel thuis, sloten zich ook uit zichzelf wat meer op. Mensen zochten, soms waren er mensen die zelf ook wel de isolatie opzochten en ook daardoor wat eenzamer waren. Anderen die kregen gewoon geen bezoek meer uit angst voor besmettingen. En ja. Dat is van de een op andere dag is dat ingekomen en ingediend. En ik denk wel dat het nu heel lastig is voor die mensen om daar weer uit te komen. Omdat het is ook een karakterverandering of een leefbaarheidsverandering. En dat zullen we toch via laagdrempelige acties met bijvoorbeeld, nou, net liepen hier 3 buurvrouwen van mij langs, die lopen iedere zaterdagochtend met z'n drieën lopen ze 1,5 uur. En dat je dan toch op die manier meerdere mensen mee kunt krijgen of andere groepjes op kunt richten, dat er ook vanuit Bekkum zijn er ook wel wat initiatieven, dat er weer gekookt wordt in het Progihoes, waar mensen samen eten. Dat heeft natuurlijk ook allemaal stilgelegen door corona. En het is mooi dat in ieder geval alles weer opgestart kan worden. En ik denk echt dat er wel meer nieuwe initiatieven moeten komen om die mensen ook
letterlijk en figuurlijk over de drempel te krijgen. Dat ze naar buiten gaan, dat ze met mensen in gesprek gaan, dat ze met mensen in contact komen op een andere manier dan alleen maar aan een tafel zitten. Dus ik denk inderdaad dat bewegen, of dat nou fietsen is of lopen of sporten in de buitenlucht, dat maakt niet uit. Het is en voor de beweging goed en het is voor de ontwikkeling goed, voor het sociale contact. Ja, we hebben het ook gezien. Als je kijkt, we hebben bijvoorbeeld als CDA vorig jaar een motie ingediend om extra geld vrij te maken voor verenigingen. Dat zijn culturele verenigingen in de muziek, maar ook sportverenigingen. Dat is €500.000 geweest waar verenigingen gebruik van hebben kunnen maken om bijvoorbeeld achtergebleven barinkomsten te compenseren, zodat die verenigingen ook kunnen blijven bestaan. En ook dat sporten ook gewoon door kan blijven gaan, ook nu corona zeg maar min of meer afgelopen is. Dat is echt belangrijk. We hebben dat echt een soort van leefbaarheidsselectie genoemd. Dus eigenlijk meer geld naar kleinere initiatieven en verenigingen. Ja, ja, ongelooflijk belangrijk. Ja. Het is waar, als je het heel grootschalig doet, dan kan de drempel ook hoger zijn. Hè? Ja. Als het kleinschaliger is en je buurman zegt, goh, wij zijn daar geweest, wel hartstikke leuk, ga de volgende keer meer, dan gaan ze sneller meer. Ja. Ja, dicht bij de mensen organiseren. Ja. En dat is wat wij bedoelen als partij die midden in de samenleving staat, dicht bij de mensen. Ja. Nou, we staan inmiddels aan de andere kant van de parkeerplaats, want achter ons was een meneer met een snoeischaar. En dat was wel heel erg vervelend in beeld. Ja, absoluut. Maar goed, snoeischaar, dat lijkt me een mooi bruggetje. Duurzaamheid. Zeker. In 2050 moeten we helemaal klimaatneutraal zijn. En daar zijn van allerlei dingen voor nodig. Windmolens, zonneparken. Hoe zijn die daar tegenover? Nou, verduurzaming vinden wij belangrijk. We hebben een opgave met elkaar. In 2050 moeten we inderdaad CO2-neutraal en klimaatneutraal zijn. 100% circulair. Dat is echt wel een grote uitdaging die er ligt. En daar moeten we ook in Hengelo volop mee aan de slag. En dan wordt er al heel snel de discussie gestart als het over verduurzaming gaat van windmolens. Windturbines moet je tegenwoordig zeggen, 250 meter hoog. Daarvan hebben wij als CDA gezegd, dat vinden wij geen goed idee in Hengelo. Je kunt die dingen niet ver genoeg van woningen plaatsen om geen overlast te veroorzaken. Overlast? Ja, of we weten dat windmolens die produceren, zeker die grote, een bepaalde bromtoon. En die bromtoon die heeft invloed op de gezondheid van mensen die in de omgeving van zo'n windmolen wonen. Nou, die afstand in Hengelo die lijkt vooralsnog niet groot genoeg te zijn. Vanuit de regering vindt op dit moment het onderzoek plaats van wat een acceptabele afstand is. Nou, dat is op dit moment niet bekend, maar de signalen die we hebben, en dat zien we ook uit het buitenland, is die afstand die is dusdanig groot dat er in Hengelo geen plaats voor is. Maar als je kijkt in Duitsland, daar staan die windturbines overal. Klopt. Ik ben afgelopen jaar ben ik in Amstetten geweest bij een energiepark. En er waren er 7. Ja. Die waren 100 meter. Met een wiek erbij 150 meter, dus dat scheelt omhoog. Maar goed, ik ben erbij geweest en ja, goed, een voorbijrijdende auto die geeft nog meer geluid. Klopt, het is niet alleen het volume, maar ook de frequentie van het geluid die heel erg van belang is. Ja, en daar zit het probleem met windmolens. Overigens, hoe hoger ze zijn, hoe ook anders het geluid gaat worden. Dus daar zit ook een bepaalde risico zit erin. En voordat je weet wat de risico's zijn, kun je wat ons betreft kun je daar geen besluiten over nemen. Dat moet wel helder zijn. Laat onverlet dat we natuurlijk wel energie moeten gaan opwekken in Hengelo. Dat hebben we gewoon nodig. Nou, wat CDA betreft beginnen we met het voorkomen dat je energie nodig hebt. Dat wil zeggen isoleren als het gaat om woningen. Als het gaat om opwekken van energie, dan hebben we het over zon op het dak. Daken van bedrijfsgebouwen, daken van woningen, daken van gebouwen van de gemeente natuurlijk. Maar wellicht ook dat een kleinere windmolen wel zou kunnen. Maar ook daar moeten we eerst gewoon meer van weten. Daar moeten we echt serieus mee aan de slag de komende 4 jaar. Want dan zal er op technisch vlak veel meer duidelijk worden van wat er kan en wat er niet kan. En dan zie je bijvoorbeeld goede initiatieven als bijvoorbeeld het overdekken van een snelweg, het plaatsen van wind- of zonnepanelen in de geluidsschermen, dat soort zaken. Nou, we staan hier in Bekkum, achter mij is een weiland. Misschien niet eens even aan de kant. Dat is nu nog mooi groen. Dat moet je dus niet gaan volleggen met zonnepanelen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Daar horen ze wat ons betreft niet thuis. Maar als er kleine initiatieven zijn vanuit de samenleving, moet je natuurlijk wel ondersteunen. Ja, helder. Goed, zijn er ook dingen waar jullie zorgen over maken als CDA zijnde? Ja, wij maken ons echt wel zorgen over de wachtlijsten bij de jeugdzorg. Er zijn veel jongeren die toch vele psychische problemen hebben, die er zelf niet helemaal uitkomen, die hulp dan ook nodig hebben en dan zijn de wachtlijsten van een paar maanden. Dan kun je in die periode kun je ook nog weer afzakken in een neerwaartse spiraal.
En dan is het, vergt het veel meer van de persoon in kwestie zelf, van de familie, van de omgeving en van de hulpverleners om dat weer op een niveau te krijgen dat ze weer zelfstandig verder kunnen. Ja. En dat vinden wij echt een groot punt van zorg, want dat is ook nog niet direct 1, 2, 3 op te lossen. Het is door corona is natuurlijk, zijn die wachtlijsten ook niet korter geworden. Nee, ik denk dat dat zelfs nog iets toegenomen is. Dat vermoed ik ook. En buiten de kosten, wat met de jeugdzorg natuurlijk ook echt wel veel te hoog is. Daar maken wij ons ook wel zorgen over, maar eigenlijk meer vooral om het welzijn van de mensen. Want je hebt pas een goede gemeente als de mensen nog goed in hun vel zitten. Ja. En dat geld kost, dat ontkom je niet aan. Dat is inherent aan de situatie. Maar we vinden wel in de eerste plaats van, de kosten die zijn misschien wel hoog. Maar er zitten mensen achter die hulp daadwerkelijk nodig hebben. Goed, en daar gaat het om. Mensen door psychische klachten dan uitvallen, dan zit je denk ik op lange termijn aan nog hogere kosten. Ja. Dus eigenlijk en ook met preventie, hè, CDA hamert op echt op preventie en ook op ervaringsdeskundigen die zelf in die situatie hebben gezeten. Die kunnen zulke mensen al zo ontzettend helpen vanuit hun eigen ervaring. Ja. En dat er iemand naar hun luistert en die ook begrijpt waar ze het over hebben. En wij vinden ook dat daar aan de voorkant nog veel meer weg te halen valt. Ja, veel meer winst. Ja, winst voor de mensen en winst te financieren. Ja. En het laatste vraag. Waarom zouden mensen CDA moeten stemmen? Nou goed, niks moet natuurlijk, maar waarom is de CDA zo'n partij? We hebben eigenlijk een hele korte slogan. Er staat is mensen voorop. En volgens mij alles wat we net ook gezegd hebben, heeft alles mee te maken. Wij doen het niet voor onszelf, we doen het voor onze mede-inwoners van Hengelo, onze buren. En daar willen we gewoon het beste voor bereiken. En dat is denk ik waar mensen voor op het CDA moeten stemmen. We gaan voor een goed en mooi Hengelo, waar het fijn wonen is, recreëren is, waar mensen kunnen werken als het nodig is. En op die manier gewoon lekker wonen. En goed in de vel zitten. Ja. Ja. En als mensen nou kijken en twijfelen toch, kunnen ze ergens naartoe, social media, website? Ja, we hebben een Facebookpagina, je kunt ons via de website bereiken, de Instagram, er is van alles en daar staan alle contactgegevens staan erbij op. Dus we kunnen altijd mailen, bellen, appen via Messenger en dan komt er een reactie. En jullie staan volgens mij zaterdags altijd in de stad? Precies. We staan deze zaterdagen in de stad, ja. Ja, ook volgende week zaterdag nog, dus als mensen ons gewoon live willen spreken en gewoon door willen praten wat we gezegd hebben, graag. Ja, ja. Goed, dit was aflevering CDA. Ook gelijk de laatste in deze politieke vlogserie. Volgende week stemmen. 15 en 16 maart kun je dus gaan stemmen. 14 en 15 op een wat mindere aantal stemlocaties. En 16 op een heel veel stemlocaties. De stemlocaties die vind je op de site van gemeente Hengelo. Goed, via deze weg wil ik alle partijen die mee hebben gedaan, onwijs bedanken voor jullie inzet en voor jullie tijd. Onze missie daarin was politiek een stuk bereikbaarder te maken, een stuk minder ver van je bedshow. Ik denk dat dat redelijk gelukt is. Goed, er zijn een aantal andere partijen die hebben niet meegedaan, die hebben geen gehoor gegeven aan onze oproep. Dat zijn de PVV, Forum voor de Democratie, R3, Jezus Leeft en de Hengeloze Burgers. Deze burgers deze partijen die vonden jullie als doelgroep misschien niet belangrijk of hadden het lef niet om voor onze camera te komen, want ik stel vragen en ook als deze even niet uitkomt kunnen vragen van partij best wel eng zijn. Ik begrijp dat, het is ook een vrije keuze, maar ik denk als partij moet je gewoon alle kanalen gebruik maken en doe je dat niet, dan mis je gewoon een doelgroep en dat vind ik jammer. Volgende week stemmen. Maakt niet uit op wat voor partij je gaat stemmen. Ga vooral stemmen, want jouw mening is belangrijk in de gemeenteraad.